Goedendag. Een mooie zomerse foto hier vanuit het strand in Vlissingen. Toch wel zomerse toestanden waar we mee te maken hebben in Nederland. Maar goed, heel veel mensen zitten natuurlijk ook in het buitenland. En in dit vakantieweerbericht gaan we weer even een rondje doen langs de landen in Europa. Om te kijken hoe het weerbeeld is in alle vakantielanden. Op de satelliet zien we nu de huidige situatie. Hele grote delen van Centraal-Europa, wolkeloos. Ook warm daar. Temperaturen boven de 25 graden, regionaal zelfs boven de 30 graden. In onze omgeving zien we toch wel wat meer wolken. Dat zijn enkele stevige regen-onweersbuien die zijn ontstaan, met name in het noordoosten van Frankrijk, maar ook het zuiden van België. En op dit moment Limburg hebben we daar mee te maken. Maar voor de rest zien we toch wel een vrij schoon satellietplaatje. Dan de weersituatie voor de komende dagen. We zien op dit moment dan ook inderdaad nog goed die buien terug in het centrale deel van Europa. En als ik de animatie aanzet, dan zien we dat die heel traag bewegen, kunnen lokaal ook wel flink gaan uitpakken. Met onweer ook veel regen in korte tijd. Maar het is wel heel lokaal van karakter. Op heel veel plaatsen in Europa zien we eigenlijk een droog weerbeeld wat overheerst in Italië, Spanje, maar ook op de Balkan is dat het geval. Kijken we even richting het noorden naar de Scandinavische landen, dan is het weerbeeld daar ook wel vrij vriendelijk. Wel wat vaker kans op een enkele bui, maar genoeg droge momenten en de temperatuur is daar ook vaak aangenaam. Het enige echt wisselvallige stuk van Europa is dan Ierland en ook een deel van Schotland. Daar toch een lage drukgebied wat daarvoor meer wisselvalligheid zorgt. Maar de rest van Europa heeft over het algemeen toch wat te maken met hoogzomerse toestanden. Pak ik dan even de temperatuurkaarten bij. Eerst dan voor het centrale deel van Europa en het noordelijke deel van Europa. En als ik dan die animatie aanzet, dan zien we dat de temperaturen vaak boven die 20 graden uitkomen. Vaak ook richting de 25 graden. Dat is ook het geval in delen van Scandinavië. Vaak temperaturen zo van 23 graden. Kijken we even naar het Verenigd Koninkrijk. Dan zien we dat daar de temperatuur ook vaak boven die 20 graden uitkomt. Met uitzondering van de Schotse hooglanden. Daar is het toch vaak echt wel een stuk koeler. In ons deel van Europa, toch wel die zomerse warmte die domineert. En daarmee is het voor heel veel buitenactiviteiten, maar ook voor de vakantiegangers, echt wel heerlijk toeven. Dan verschuiven we even naar het zuidelijk deel van Europa. Toch wel de meeste mensen die natuurlijk daar naartoe op vakantie gaan. En ook daar is het echt hoog Er En soms zelf, zelfs wel echt heet te noemen. We zien regelmatig temperaturen boven de 35 of 40 graden. Zelfs in delen van Spanje, Sicilië, maar ook in delen van Italië is dat het geval. Die tropische warmte die zit daar echt heel erg vast. En dat gaat de komende periode ook niet veranderen. Doe ik nog even een stapje naar links, zien we dat ook op de Balkan, in landen zoals Griekenland en Kroatië bijvoorbeeld, die temperatuur regelmatig boven de 30 graden uitstijgt. Het is daarbij overwegend droog, maar af en toe kan de lucht wel wat onstabiel worden. En dan kan er een enkele regen of bij ontstaan. En als dat al gebeurt in die warme lucht, kunnen die natuurlijk uiteindelijk ook wel heel erg stevig gaan uitpakken. Maar het droge weerbeeld met heel veel ruimte voor de zon is toch wel het weerbeeld wat overheerst. En dat verandert dus de komende dagen ook niet. Er is wel nog een andere factor die meespeelt in hoeveel die zon nou kan schijnen. En dat is de hoeveelheid Sahara-stof. En die zien we hier heel goed terug boven Spanje. Het kan af en toe best wel een dik pakket zijn waar die zon maar moeilijk doorheen komt. En als ik die animatie aanzet, dan zien we dat die pluk met Sahara-stof met name ook het zuidelijk deel van Spanje doet, in de regio van Malaga, verschuift daarna wat meer richting de Middellandse Zee en dan krijgt het vaste land van Europa toch wat minder met die Sahara-stof te maken. Ik verwacht dus ook niet dat het de zon heel erg zal gaan blokkeren, met uitzondering dus van delen van het zuiden van Spanje. Daar kan die Sahara-stof soms nog wel even wat dikker zijn, waardoor de zon het daar even lastig krijgt. Maar over het algemeen zal het alsnog gewoon heerlijk zomer weer zijn in alle zuidelijke regio's van Europa. Nou, samengevat, Noord-Europa, ook dus ons deel van Europa, vrij warm met soms een bui, maar toch ook wel die droge momenten die overheersen. En dat is toch wel heel anders dan we de afgelopen maanden hebben gezien. Het centrale deel van Europa, daar kan zo nu en dan toch echt wel zo'n opstoot van warmte plaatsvinden. Is het vaak zomers met 25 graden, maar ook kans op die tropische 30 graden. Dan wel af en toe kans op onweer. Het zijn lokale buien, maar hou toch even die radar in de gaten zo nu en dan. Het zuiden van Europa, dit is de kans op neerslag het kleinste. Er is het eigenlijk heet en droog, zoals al weken het geval is. En daarmee is de zomervakantie op heel veel plaatsen goed op gang gekomen. In ieder geval wat betreft het zomerweer. Tot de volgende keer.